Vrouwen zullen worden geïnspireerd om zich beter te ontwikkelen op ICT-gebied. Dat was de rode draad op een vanmiddag belegde persconferentie door Digital Talents Academy. De persconferentie was naar aanleiding van de eerste Women in ICT Summit aanstaande woensdag. De summit is in het kader van Internationale Vrouwendag en is tevens de start van de activiteiten van Digital Talents Academy. Het doel is om de vrouwen die extra push te geven die zij nodig hebben om te kunnen excelleren in de digitale wereld. Volgens directeur Anouska Sonai zal de training de vrouwen ook leren om met de digitale kennis een betere impact te maken in de maatschappij. Ze wil dat die vrouwen ook de juiste impact kunnen maken op dat ecosysteem, moet je ze goed faciliteren, zodat ze die nodige skills en awareness die er is, hebben. En mensen zijn al best aware, er is al genoeg awareness. Iedereen weet dat ICT hetgeen is waar je op moet focussen en dat je ICT moet kennen. Maar waar moet je beginnen? Welke stream moet je opgaan? En moet je echt alleen maar ICT'er worden? Ja, zo allemaal ICT'er worden. Wie gaat voor ons planten, zodat we die groenten kunnen kopen? Gezondheidszorg. Noem maar op. In elke sector zie je dat ICT een belangrijke drijver wordt, omdat alles met technologie wordt versterkt. En het is belangrijk dat iedereen die in elke sector werkt, wel een beetje digital savvy, tech savvy wordt, zodat je die technologie kan aanleren, de techniek kan begrijpen en daarmee eigenlijk je werk kan verbeteren, efficiënter en effectief kan aanpakken. Daarom hebben we dus de Women in ICT Summit op woensdag 20 maart. We vragen een bijdrage van 1 SMW per persoon. Daar ben je rijk van worden. De training is hier in deze zaal. Kunnen hier 50 mensen in, dus we doen één groep van 50. En als er meer animo is, dan doen we een tweede groep. En zoals het er naar uitziet, gaan we al richting tweede groep, want we zitten al op 70 aanmeldingen. Sonai zegt verder dat er de afgelopen 3 jaren heel veel animo is bij de vrouwen om in de ICT-branche te werken. Dat was reden genoeg om de ICT-training voor vrouwen te verzorgen, benadrukt de directeur. De reden waarom ik de academy ben begonnen is omdat ik hiervoor als Pamakandra alleen, als ik die trainingen aanbod, kreeg ik heel veel aanmeldingen. In 2017 heb ik de Next Gen Women in ICT Scholarship gelanceerd. En ik zou 3 dames de gelegenheid geven om gratis een ICT-opleiding te volgen. Anouska Sonai, directeur van de Digital Talent Academy, op een vanmiddag belegde persconferentie over de aanstaande Women in ICT Summit. De training is bedoeld voor vrouwen om hun de nodige vaardigheden bij te brengen op het gebied van ICT. De persconferentie is gehouden in het Digital Talent Academy gebouw aan de Johannes Moengrasstraat.